or get owned or get all. Jongen mensen, super dat jullie kijken deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Realms. En vandaag heb ik een super speciale Fortnite video voor jullie kijkers. Ik ben namelijk stiekem ingelogd op Alex zijn Fortnite account natuurlijk, a.k.a. Minion Fartgun. Hij heeft natuurlijk zijn naam veranderd op YouTube naar Alex Klein, maar het is natuurlijk op Fortnite heet hij nog een Minion Fartgun. Dus ik ben stiekem op zijn account ingelogd en jongens, hij heeft zoveel aparte skins die ik gewoon of niet heb gezien of gewoon nooit heb kunnen krijgen zelf. Natuurlijk heb ik gewoon een mooie skin combo samengesteld. Je ziet natuurlijk hier mijn Fortnite Locker. Of Alex Fortnite Locker, hahaha. Hij heeft natuurlijk zo'n Xbox skin. De Ion skin, super ziek. De Galaxy Backbling. En natuurlijk de Mary Mint X. Die heb ik wel persoonlijk. Maar ik vond die vet bij deze skin passen. En natuurlijk de fucking Galaxy Glider natuurlijk. Maar Alex heeft zoveel aparte skins. Hij heeft trouwens ook echt zoveel skins. Holy shit. Nou, bijvoorbeeld sowieso de Galaxy skin heb ik persoonlijk natuurlijk niet. Maar hij heeft veel meer van deze skin. Natuurlijk deze heb ik wel. En de mooie iconic skin ook natuurlijk. Maar bijvoorbeeld deze. De Neo Versa. Geen idee. Holy shit, het is fucking ziek natuurlijk. Dus ik ben stiekem al zijn account ingelogd. Ik dacht van puur voor de video dacht ik van dit is misschien wel een superleuk idee om te doen. Ik ga namelijk een solo potje proberen te winnen natuurlijk. En hopelijk maakt het dan een soort van goed dat hij het niet erg vindt dat ik op zijn account ben geweest. Dus we gaan gewoon zien of we natuurlijk met deze skin combo op natuurlijk Alex zijn account een super ziek potje kunnen gaan winnen jongens. Maar jongens, jullie weten de deal. Jullie likes zijn trouwens echt insane. Jullie smashen echt die hele knop kapot. Echt, het is niet normaal. Dus hopelijk kunnen we dat natuurlijk voor deze video doen. Want als we natuurlijk het like goal van 3000 likes halen. Het gaat al echt super snel omhoog, jongens. Natuurlijk per video dat we de like goal weer halen, gaat de like goal weer 1000 likes omhoog. Dus we zitten nu op 3000 likes. Dat is al best wel hoog. Maar waarschijnlijk kunnen we het halen, want de vorige video's hebben we dat ook gedaan. Dus ik zou het super leuk vinden als jullie natuurlijk op die duimpjes omhoog klikken natuurlijk. Vergeet ook niet zeker te abonneren op mijn kanaal, want we gaan super snel naar die 172.000 abonnees toe. Sowieso echt insane. Super bedankt voor de support. Jongens, jullie zijn echt insane. Trouwens ook een dikke SO voor deze mensen natuurlijk voor het abonneren op mijn kanaal. En jongens, ik zou zeggen, ja, 3000 likes en we gaan gewoon morgen weer om 6:30 een nieuwe video krijgen. Nou, laten we maar gewoon gelijk in de game duiken. Ik heb er zin in. We gaan gewoon kijken of we dit potje ziek kunnen gaan winnen. Let's fucking go. Nou jongens, we zijn natuurlijk in het potje gekomen en ik ga lekker naar Salty Springs toe. Natuurlijk een super chille stad om te landen en de bus ging ook prima overheen. Dat was een super chille bus natuurlijk om natuurlijk naar Salty te gaan. Alleen ik denk dat er best wel veel mensen meegaan. Oh, het valt op zich. Wacht even. Ik moet niks zeggen. Oh ja, daar hebben we de boel. Juist. Oké, het wordt behoorlijk druk. We moeten dus even wat concentratie erin gooien. Maar ik ga natuurlijk lekker bij dit huisje landen. Dus ik hoop dat we gewoon echt een ziek begin kunnen krijgen. Maar wow, yo, het is echt fleurensdruk. Maar ik kan ook daar landen. Ik ga hier landen, jongens. Ik ga hier landen. Oké, weet je wat het ding is? Je moet nu altijd strijden natuurlijk zo snel mogelijk voor guns. Maar als hier al wapens liggen, gewoon om mee te nemen. Waarom zou je dan niet hier willen landen? Ah, chill. Let's go. We hebben al in ieder geval 2 guns. Dat is super chill. Misschien nog wat shield in deze mooie kist. Dat zou heel erg fijn zijn. Oké, een blauw burst en nades. Oké, dit is best wel chill, man. Oké, met deze wapens gaan we het gewoon doen. Fuck it, let's go. We gaan gelijk pushen. Het enige ding is wel natuurlijk, we hebben geen shield. Dus dat is wel een nadeel. Kut, kan ik een kill stealen? Nee, shit, hij zit net... Oeh, ik dacht dat iemand op het dak zat. Ik heb niet mega veel messen, dus ik moet wel... Nice headshot. Oh, die kerel is low. Die kerel is fucking low. Ik weet niet of hij een sniper heeft. Ik gooi even nade hier naar binnen. Kijken of ik iets kan hitten. Holy shit, ik gooi nog een nade. Oh, shit. Mijn kill, mijn kill. Let's go. Holy shit, er zit daar iemand op het dak nog te schieten. Hij heeft sowieso een sniper. Hij heeft sowieso een sniper. Oké, holy shit, dit was echt een chaos nu al. Oké, ik moet die kerel daarboven even killen. Want hij piekt of hij campt super erg, die guy. Kom op, alsjeblieft kijk hier een keer heen. Ik heb geen... niet. Oh shit. Oh my god, deze kerel. Let's go, got him. Let's go. Oh, heerlijke kill, Dylan. Die kerel zit nog steeds daar boven te campen. Kom op, burst. Oké, snel, snel. Looten, looten, looten. Oh my god. Ik hou die pump trouwens. Die vind ik heel chill. Alright, even snel die pistol meenemen. Kut. Niet mijn pieken, niet mijn pieken. Oh god, stress, 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 stress. Oké, snel. Alright, oké. Ik ben chill, ik ben chill. Even deze mooie kist hakken. Beetje zit er een medkit in of zo. Die hebben ook minis. Oké, kan ik mee leven? Blauwe AR. Let's go, boys. Oké, gooi nades. Let's go. Vangen. Kan ik... Oh shit, ik viel. Nee. Oh, nice! Oh, wat een perfecte nade. Kan ik die oppakken? Nice, let's go. Hup! Gaat die raak? Oh my god. Oké, hij heeft wel iets van het huis kapot gemaakt. Oh shit, die nade was perfect, gast. Wat wilde ik eigenlijk meenemen hier? Oh, ik weet niet. Oh ja, die sniper, dat was het. Ik wist al dat ik iets vergeten was. Alright, boys, let's go. Oké, ik weet niet of er nog iemand hier zit. Want deze guys waren natuurlijk behoorlijk aan het fighten. Maar I don't know of er nog iemand hier zit, man. Ik heb wel zo'n feeling namelijk. Oké, even op het dak kijken. Ja, er zit iemand. Er zit iemand. Oké, nice. Chill. Oh ja, bro. Hij zit sowieso in het huis. Maar ik zag ook al een trap liggen. Dus ik moet wel een beetje oppassen.
waar die kerel zit. Hij zit hier binnen. Hier zit hij. Oh shit, die ging bijna raak. Oké, okay, hij gaat nu hier naar boven. Bro, what are your plans, bro? Shit, de kut. Even zien, wat ga ik doen? Gaat hij doorheen pieken? Let's go, easy, let's go, what a play. Oh, perfect, een scar, dankjewel. Oké, Alex heeft natuurlijk wel iets andere settings dan ik. Bijvoorbeeld, hij heeft edit on release natuurlijk aanstaan. Wat ik persoonlijk zelf weer heb uitgezet natuurlijk. Het is een super chille setting eigenlijk, maar ik ben er gewoon niet aan gewend. Dat is het meer nu. Maar alrighty jongens, 4 kills gepakt, early game. Dit ging echt fucking chill, holy shit, dat had ik niet verwacht. En we gewoon heerlijke wapens houden, damn, dit is echt super chill. Ik denk niet dat er nog iemand zit, nee, ik denk het niet meer. Ik denk dat we gewoon lekker chill naar die vrachtwagen kunnen gaan lopen. Er komt ook een airdrop hier naast ons, dat is ook super relaxed. Ai man. We zitten wel echt... Oh shit, dat was iets te... Ik schrok me dood. Er is dus nog wel een guy hier. Oh my god, oké, okay, chill. Om te weten natuurlijk. Oké, okay, ik moet weten of hij een shield heeft. Ik denk het wel, 100%. Oké. Okay. Komt raken! Ja, oké, okay, hij heeft shield. Mooi, dat moest ik even weten. Hij zit hier binnen, man. Oké. Okay. Ik weet niet wat ik ga doen. Let's go. Oh, get owned. Oh, get... Oh! Die kerel is aangepakt. Oh my god. Ik speel echt lekker, man. Oké, ik neem toch wel even voor zekerheid die medkit even in. Ook al gaan we natuurlijk zo... Nee, fuck it. Ik ga gewoon naar die vrachtwagen toe. Schijt, het kost alleen maar tijd. Ik wil meer actie, man. Oh, dit was nice. Dit was een goede play, man. Holy shit, ik zeg je eerlijk, daar kan die edit on release ding wel echt van pas. Misschien dat ik het wel weer ga aanzetten natuurlijk. Ik had daar ooit een video van gemaakt en het is echt een super chill ding. Maar het is soms, vind ik het namelijk, chill om zeg maar zo te editen. En dan toch even vasthouden ofzo. Ik weet niet, dit is wat je zelf het fijnst vindt. Maar op zich, het speelt wel lekker. Alex heeft het natuurlijk op zijn account aanstaan. Maar ik vind het niet eens zo heel irritant ofzo. Het is echt super chill eigenlijk. Even mooi, kijk eens, full HP man. Dat is eigenlijk best wel sterk zo'n vrachtwagen. Maar hey, mij hoor je niet klagen. Ik vind het alleen maar chill om natuurlijk gratis HP erbij te krijgen. Alright, we gaan deze mooie airdrop openen. Ja, ik heb eigenlijk al best wel goede zooi. Maar misschien toch even een betere shotgun zou wel leuk zijn om te krijgen. Even zien, even inbouwen. Je weet natuurlijk nooit deze dagen waarvan je gesnijd wordt of wat dan ook. Oeh, een RPG. Minis kan ik sowieso meenemen. Ik denk dat ik die RPG mee ga nemen, man. Let's go. Ai, paarse RPG. Daar zeg ik geen nee tegen. Dat ding is pleuris goed, ouwe. Holy damn. Alright, ik denk dat ik een beetje naar Pleasant Park ga lopen. Het zit net niet safe. Misschien dat het zo meteen helemaal niet meer safe zit. Dus ik moet wel een beetje uitkijken of het slim is om daar naartoe te pushen. We gaan het zien, we gaan het zien. Even kijken. Oh, shit. Dat was een hit. Dat was een heerlijke hit, Dylan. Oh my god, you are crazy. Right, hij gaat sowieso healen. In ieder geval, dat denk ik. Dus ik gooi even een RPG. Oké, okay, dat was heel slim. Oké, okay, dat is de reden die RPG best wel kut vindt soms. Ja, ik weet niet of hij aan het healen is. Ik heb echt zo'n gevoel van... Nice. Shit. Oh, dat was allebei van mij. Oh my god, dat was allebei van mij. Oh my god, ik ben echt... Ik ben gewoon sneller aan het editen dan ik zelf gewoon verwacht. What the fuck, ouwe. Ik had gewoon niet eens door dat dat allemaal van mij al was. Holy shit, ouwe. Het gaat echt behoorlijk nice, man. What the fuck, oké. Okay. Hey, mij hoor je niet klagen. Holy shit, dit was... Wow. Dit had ik echt niet verwacht. Oké, de Seizo zit echt perfect weer voor ons, man. Ah, dat is super chill. Dan hoeven we niet zo'n rukstuk te gaan rennen, natuurlijk. Alright, ik weet niet of er nog iemand hier in Pleasant zit. Het kan best, hoor. Oh my god, ik had gewoon zo snel geëdit daar. What the fuck? Holy fuck, ouwe. Dat was echt heel chill. Ik denk dat iedereen een beetje bij die farm daar zit of zo. In ieder geval, dat moet toch wel? Want waar zou anders mensen allemaal zitten? Ah, nou, het is een beetje lastig om mensen te vinden, man, nu. What the fuck? Ik wil wel even wat kills erbij hebben nog, hoor. Hier misschien bij die 3 kisten... Zijn die kisten al gepakt trouwens? Nee, ik zie de stenen nog wel staan. Oh, nice. Dan gaan we hier even kijken. What the fuck? Oké, dit is... Okay, er gaat wel iemand dood. Ik hoor ook geen schoten nu, man. Ik denk dat iedereen een beetje verder van mij vandaan is dan ik eigenlijk had verwacht. What the fuck? Oké, ik ga zo meteen gewoon naar die farm, naar Frenzy Farms. Daar moet sowieso wel iemand zitten. Dat is altijd de plek waar iedereen naartoe gaat. Oeh, grote pot. Ah, oh, nog een grote pot. Kut, oké, ik drop mijn sniper. Ik drop mijn sniper. Die RPG neem ik mee en die grote shield. Ja, dat is echt heel chill als je ook heel veel minis hebt. Let's go, man. Dit is prima. Oké, okay. Ja, sniper, weet je, je hebt het niet meeste nodig, zeg maar. Het is een super chill wapen om mee te nemen, maar een RPG is ook wel heel handig, hoor. Zeker in build fights kan je gewoon lekker iemand naar beneden schieten. Dat vind ik helemaal prima. Iemand heeft Took de L genomen, lekker bezig, vriend.
Hier ligt wat hout. Gratis hout. Oké, vanaf de berg. En nu heb ik letterlijk mijn sniper gedropt. Oké, dit is heel erg chill. Wat een timing ook. Wat een timing. Ik weet niet of er nog iemand in die farm zit. In ieder geval zit wel een gast helemaal op die fucking berg. Kan ik hem zien? Hij springt. Oké, hij springt daar wel steeds. Ik kan hem net niet zien. Hij zit de hele tijd erachter ook te verstoppen. Oké, hij heeft wel shield though. Ik weet nog steeds niet of hij een sniper heeft. Hij zat net niet te schieten met een sniper volgens mij op mij. Maar ik vind het een beetje eng om op hem te gaan focussen. Terwijl er misschien ook iemand in mijn nek kan zitten. Ik ga een beetje naar hem toe. Fuck it. Hij zit daar nog steeds boven, man. Even een beetje inbouwen. Je weet maar nooit. Ik weet niet of hij een sniper heeft. Hij schiet namelijk niet met een sniper. Bro, what are you doing, bro? Ik ben bang als ik heel lang piek dat hij me snipt. Maar volgens mij heeft hij geen sniper. Is hij dat met die nades? Ja, man. Kom op, Blue. Oh, shit. Oh my god, hij gooit ze heel erg goed. Oké, ik ga rennen. Ietsjes er vandoor. Oké, je weet me natuurlijk nooit met wat we... Oké, die nades zijn echt irritant. Ik heb ook geen idee waar die kerel zit. Hij laat zijn kop niet meer zien. Hij gooit alleen maar nades. Oké, hij zit daar niet meer safe, dus ik kan hem gewoon hier opwachten, jongens. Hij, daar hebben we in ieder geval iets van actie. Holy shit. Oké, ik heb geen idee. Yep, dat dacht ik dus al. Ik wist dat er iemand dichterbij me zat. 100%. Oh. Let's go. Hij is fucking white. RPG op je mel. Kom op, vriend. Let's go. Got him. Chill. Let's get it. Heerlijke kill. Een nice paarse tech. Wat rockets erbij. Kijk, dit is hoe we het willen zien, jongens. Alright, let's go. Je moet niet fokken met Alex's account, jongen. Ook al speel ik erop nu. Zit hij nog steeds erboven? Ja, hè? Hij zit daar nog steeds. Oké, hij edit niks meer daar. Ik denk dat hij is vertrokken, man. Oh my god, ik speel zo nice, jongen. Ik weet niet wat het is, maar het is echt heerlijk. Alex, jouw account brengt echt geluk, man. Oké, sowieso die kerels naar beneden aan het gaan. Hij zat daar ook niet meer safe. Of was het deze guy? Was het die guy? Nee, toch? Oh, wat? Ik glitch er boven opeens. Ik heb geen idee, maar ik zie niemand hier lopen. Het is ook echt een teringgebied om te zitten. Jij zit ook niet in het bosje. Was dat die gast die daarboven zat? Ik dacht dat het een mannelijke default skin was. Oké, maar we hebben in ieder geval een... Je weet natuurlijk nooit die bosjes, jongen. Ik vertrouw er even geen zak. Nee, ik zie niemand meer. What the fuck? Deze guy is gewoon echt ontkomen. Hoe de fuck heeft hij dat voor elkaar gekregen? Oh, met respect voor die guy. Oh, nee, was dat... Oh, dat is mijn beeld. Dat is mijn beeld. Oké. Ik weet niet, ik loop altijd wel een beetje nu op plekken waar ik zeg maar zou lopen als het endgame is. Maar ik zie niemand anders er rond dwarrelen hier, man. Oké, daar is wel gevochten, man. Ja, tuurlijk, het is ook nog een ding dat iedereen in zulke bosjes kan campen. A.k.a. ja, dat zie, daar kan je gewoon niemand in zien. Klaar, dat is gewoon zo'n dicht bebost. Alright, oké, daar is wel gevochten, man. Ik denk dat hier mensen zitten, 100%. Hier loopt sowieso een gast, ik zag hem... Oké, hij heeft shield, Ik ga gewoon pushen. Niemand hier, toch? Ik heb geen idee of hier iemand zit. Oké, het zal wel. Oh my god, ik bouwde dat echt... Hij heeft een burst. Alsjeblieft, even grote pot innemen. Voor de zekerheid, kijk, ik heb hier die drie pots voor, jongens. Dit is precies waarom... Oh my god, dit is heel irritant. Oh. Ik ga een RPG op zijn nozzo schieten, fuck it. Nice, hier, die mag je krijgen, vriend. Nice, hij is nog weaker. Nee, man. Oh, dat was mijn kill, bro. Hoe kan je zo zijn? Rip 9 kills of 10 kills, boys. Hij heeft hem letterlijk gestolen van mij. Wat een viespeuk. Nou gaat hij eraan. Klaar. Oké, hij zit daar. Oké, nice. Ik ben echt bang voor die sniper, trouwens. Oké, ik heb maar 3 rockets nog. Dat is niet veel. Oké, die RPG doet niet mega veel damage, zeg ik eerlijk. Fuck, man. Oh, hij is zo gemeen. Hij had mijn kill gestolen. Echt vol daar. Waar zit die sniper? Ik wil die eerst even killen of zo. Oké, deze guy is echt vol zijn mes aan het gooien hier. Holy shit. Oké. Deze guy is een zweetje, man. Dit is een zweetje. Hoe kan het mis zijn? Ik ga naar beneden. Ik weet maar natuurlijk nooit. We zitten pauper hoog.
Kom op, Dylan. Oh, dat editen werkt niet zo goed, man. Kom op. Oh, dat editen zit echt niet mee nu. Oké, chill. We zitten safe. Oh my god, dat scheelde echt niet. Oké, er zit echt een zweetje boven me. Die is echt heel irritant. Holy shit. Oh my god. Deze guy was zo goed. LDSK Joker, man. Oh, hoeveel kills had hij? Kan ik dat zien? Ik wil dat zien. Deze guy had heel veel. Kan ik dat zien? Ik had er 7, man. Hoeveel had hij? Ik kan het niet zien. Wat is dat nou weer? Oké, ik moet gewoon kijken hoeveel kills hij heeft. Deze guy was echt goed. Holy shit. Kom op, vriend. Hij is echt... GG, heel erg nice gedaan. Hoe kan ik zien maar hoeveel kills hij heeft? Oh, wat een vies ventje. Waar kan ik zijn kills zien? Waar zie ik dat niet? Nou jongens, dit was natuurlijk de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Helaas dat we net niet die win hebben kunnen pakken. Maar we hebben alsnog een ziek lekker potje neergezet natuurlijk. Helaas dat die guy op het einde gewoon net iets beter was. En mijn edits waren echt fucked up daar. Dat was wel echt jammer. Maar natuurlijk, we hebben Alex's account lekker even gestolen voor deze video. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk jongens. De like was daar natuurlijk op 3000 likes. Wil er morgen een nieuwe video online komen. Dus dat zou super dood zijn als je natuurlijk op dat like knopje drukt. En als je natuurlijk dat hebt gedaan, laat het dan even weten in de reacties. Want dan ga ik jou misschien een hartje geven. Natuurlijk, vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Om natuurlijk op de hoogte te blijven van mijn video's. Want ik upload nu elke dag als jullie die like willen halen. Dus elke dag een video. Dus ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal om natuurlijk dat niet te missen jongens. Maar super bedankt voor de support, dat wil ik sowieso even zeggen. En dan zeg ik, wie weet, tot morgen om 6:30 bij een gloednieuwe video. Later mensen.